De afdeling Consumentenzaken hoort niet thuis bij het ministerie van Handel en Industrie, maar pas beter bij het ministerie van Justitie en Politie. Dit zegt Albert Alijnen, hij is voorzitter van de Consumentenkring Suriname. Hij heeft vaker aan de bel getrokken bij de overheid dat winkeliers bij het minste en het geringste hun prijzen opschroeven. Het ministerie, heb ik begrepen, heeft aangegeven dat de mensen niet het recht hebben om... dus dat heb ik begrepen hoor, ik heb het persoonlijk niet gelezen of vernomen van het ministerie. Maar in feite, als je het goed nagaat, het moment dat een handelaar een custom heeft, gaat hij het moeten afwentelen. Hij moet niet, maar dat is wat hij gaat doen. Dat is de mentaliteit van de Surinaamse handel. Ze gaan het afwentelen. Waar ik me zorgen om maak, is dat ze het niet op de correcte manier doen. Ja, het is meer natte vingerwerk en... Meestal is het zoveelvoudige van het bedrag dat ze in feite zouden moeten brengen. Zouden moeten opbrengen op het product. En ik vind dat het ministerie van HI, van Handel en Industrie, en met name de Economische Controle Dienst, daar dus een taak heeft. Zij zouden die handel moeten begeleiden. Alijnen is van mening dat de afdeling Consumentenzaken het best thuis hoort bij een ministerie dat beter kan optreden tegen prijsopdrijvers. In Suriname denk ik dat de afdeling Consumentenzaken zou moeten zijn bij het ministerie van Justitie en Politie. Daar zou de consument beter beschermd zijn. Bij het ministerie van Handel en Industrie zien we dat het ministerie zorg moet dragen voor de handel en ook voor de bescherming van de consument. Met als gevolg dat er een overwicht is op de bescherming van die handel. Waardoor die consument een stiefmoederlijke behandeling krijgt. En dat is iets waar we naar moeten kijken. Hoe kunnen we dat stukje oplossen? Als wij, een directoraat zouden hebben of een ministerie van consumentenbescherming, dan zou het misschien iets anders kunnen zijn. Maar nu, zoals het onder de paraplu van Handel en Industrie is, merken we niet dat de consument echt beschermd is. Het zou beter zijn, nogmaals, als het onder het ministerie van Justitie en Politie zou vallen. Albert Alijnen, hij is voorzitter van de Consumentenkring Suriname. Hij is van mening dat de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van HI beter zou passen bij het ministerie van Justitie en Politie, omdat de consument dan beter beschermd zou zijn.